Goedenavond iedereen en welkom terug bij We Love Misses. Naast mij staat Koen Krukke en Koen Krukke is vanavond jurylid bij Mr. Gay Belgium 2016. Goedenavond Koen. Goedenavond. Ja, ik zou zeggen ik zit in een hele bende, hè? Als ja, jury. Inderdaad. Ze zijn met veel dit jaar. Ze zijn met heel veel, absoluut. En hoog geplaatste personen ook, hè? Jij ook, ze, hè? Dank je wel. Wat zijn uw verwachtingen naar vanavond toe? Mijn verwachtingen zijn zeker en vast ja, om een leuke avond te hebben, om mooie jongens te zien, om intelligente jongens hopelijk te zien en ja, dat een beste mag winnen, zeg ik altijd. Hè. Dat hopen we allemaal. Dat hopen we allemaal en dus ik hoop op een ontspannende, fijne, plezante avond. Wij natuurlijk ook. Hoe is het eigenlijk voor u om nu als jurylid bij zo'n verkiezing te zitten? Ik ben eigenlijk blij dat ik dat een keer mag doen. Ik denk wel dat ik na Wilferdi ben, de volgende die eigenlijk zo uit de kast gekomen is. Die hem zo openlijk geout heeft en daar ook geen doekjes om gedaan heeft. Dus het is een keer tijd dat die gemeenschap mij ook een keer kende, hè, en mij ook een keer inviteerde. En voilà, ja, kijk, ik vind dat fantastisch. Zoiets. Bij deze welkom. Dank u wel, ik vind dat fantastisch. Heeft u toevallig al een stiekem favoriet? Een favoriet? Ik vind de jongen van allochtone afkomst vind ik een zeer moedige prestatie. Dat hij in een wereld, een moslimwereld, die absoluut niet gay-minded is, daar zo openlijk vooruit komt en zich oud. En dat vind ik een heel moedige zaak. En het is nu moeilijk natuurlijk nog zien wat hij presteert, hè? Ja. Wat hij doet. Maar ik vind dit al een pluspunt. We kennen u natuurlijk van de showbiz, voornamelijk Samson en Gert, musicals en anders. Kunnen wij u in de loop van de jaren nog ergens terug verwachten? De radio. Ik heb momenteel een single die in de hitparade staat. Sorry. Dus nooit echt zomer zonder jou, die Barterma voor mij gemaakt heeft. Dus na al die jaren sta ik weer een keer in de hitparade en ben ik weer een keer met een single uitgekomen. Ik sta ook 50 jaar in het vak dit jaar. Dus er gaat heel wat gebeuren. Ik ga weer met Margriet Hermans de Gentse feesten doen. Daarna toeren ermee. Er gaat ook een groot concert zijn op 23 oktober in Gent. Met veel verrassingsgasten en zo. Dus ja, ik leef een beetje in een feest. In een feestjaar. En ik ga ervan genieten. Wel, gefeliciteerd met 50 jaar in het vak. En zeker van genieten. Dank u wel. Graag gedaan. En u ook bedankt om te kijken. Dank u wel.